moeten ook op die Crustle gaan letten. Dat die Crustle niet gaat snipen. Die Crustle, zie je? Die Crustle gaat nu dit doen. Ik hou die Crustle nu weg. Kijk, dat is dus de kracht van Blastoise. Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Pokémon Unite video. Want er is een nieuw character, Blastoise. En ik moest hem natuurlijk gelijk kopen. Met Blastoise gebruik ik weer de Eject Button. En deze drie items, de Muscle Band, de Focus Band en de Buddy Barrier. Want die helpt je heel erg als je wil verdedigen. En die helpt ook een vriend van jou als je wil verdedigen. Als je Unite Move namelijk gebruikt, krijg je een schildje. En degene met de laagste HP krijgt ook een schildje. Dus dat is een nieuw item die ik wil gebruiken. En ik ga je zo alle moves laten zien van Blastoise. Dus doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Let's go! Blastoise is een ranged defender. Wat inhoudt dat hij dus van afstand kan verdedigen. Dat hij daar het beste bij is. Je ziet dus ook, ik gooi ook van die, hoe heet het? Die waterstraaltjes, waterdingetjes. Samen met Froakie hier zo. Super gezellig. Als eerste had ik eigenlijk Water Gun moeten kiezen. Maar ik heb nu voor Skull Bash gekozen. En je zag wat er gebeurde. Daarmee ging ik rechtdoor. Deed ik een aanval zo. Hoppakee. En dan stun ik mijn tegenstander. En Water Gun is gewoon deze aanval. En dan blaas ik dus mijn tegenstander weg. Dus dat is best wel nice. Dus even kijken of we deze Audino kunnen pakken gelijk. Ja, lekker. Zo snel mogelijk weer naar level 4 natuurlijk. Froakie is in gevecht ondertussen. Die is aan het battelen nu met de tegenstanders hierboven. Ik zag volgens mij sowieso dat wij een Charmander moeten battelen. En Froakie is al level 4. Ik ben zelf nog level 3. Dat is jammer. We moeten tegen Scorbunny. Ik weet het jongens. Ik zeg altijd Cinderace. Maar het is natuurlijk een Scorbunny waar we tegen moeten. Ik ben de enige trouwens met level 4. Oh, met level 3 wil ik zeggen. Dus ik moet een klein beetje voorzichtig doen denk ik. Als het goed is heb ik wel lekker veel HP. Dat is wel een voordeel van deze Pokémon. Van Squirtle. Ik zie hier dat Scorbunny probeert te scoren. En die kan ook scoren. Want die heeft een itempje waarmee die kan scoren. Scorbunny gaat ervoor. Het is natuurlijk... Ja, het is Scorbunny. Ik zeg altijd Cinderace. Of weet ik veel. Nee, ik zeg altijd Scorbunny. Terwijl het Cinderace is. Dat is het probleem. Ik moet nu niet te veel gaan aanvallen. Ik moet een beetje op afstandje blijven. Kijken of we Scorbunny kunnen pakken. Die is namelijk bijna dood. Ze zijn allebei bijna dood. Ze zijn allebei bijna dood. Let's go. Oh, Charmander ook bijna dood. Ah, wat jammer. Als we nou even zouden aanvallen, jongen. Oh my gosh. Val dan aan. Ik snap nou niet dat Greninja niet even mee komt aanvallen. Want als die had gaan komen aanvallen, dan hadden we allebei kunnen scoren. Want we hadden er al één kapot. En dan was die andere ook gewoon kapot. En dan was er niks aan de hand. Ja... Beetje jammer. Het valt me weer een beetje tegen wat diegene doet. Ik moet alleen niet te veel skull bashen. Dat is wel een ding. Ik moet niet te veel skull bashen. Want als ik ga skull bashen, dan dive ik erin. Ik paralyze mijn tegenstanders wel. Dus dat is wel nice. Maar... Kijk, ik kan Skull Bash ook gebruiken om te ontsnappen natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Hopen dat we deze kunnen pakken. Kijk, dat Skull Bash ik zo de andere kant op. Nu, ja, dit is een beetje balen. Ik ben level 4. En de Greninja is wel level 6. Dus ik loop een beetje achter, eigenlijk. Ik moet echt even enemies gaan slopen. En het zou fijn zijn als die... Laat mij hem nou even slopen, jongen. Even serieus. Waarom moet jij alles pakken? Ik vind jou echt gierig. Denk aan je teammates. Allemaal leuk dat jij straks level 7 hebt. Maar laat mij ook even wat pakken. Zodat ik mijn Hydro Pump heb. Nu heb ik mijn Hydro Pump Attack. Dat is gewoon een betere versie eigenlijk van... hoe heet dat? Water Gun natuurlijk. We kunnen deze Scorbunny denk ik wel pakken. Reboot is het natuurlijk eigenlijk. Het was geen Scorbunny meer. Nou, laten we anders maar gewoon deze allemaal gaan pakken. Ik zie dat we nu geholpen worden. Dus dat is lekker. We worden geholpen door een Zeraora. Oh, heeft hij de tegenstanders gesloopt? Nee, dat niet. Dus even kijken. Ik kan hem hydro pumpen. Ik deed alleen Skull Bash. Ik deed de verkeerde aanval. Ik ben nu wel level 7 en ik moet heel eventjes een klein beetje gaan healen. En daarna moeten wij heel snel die Dreadnought gaan proberen te pakken. Ik zie dat Talonflame van boven komt helpen bij het enemy team. Dus we moeten denk ik een klein beetje hier proberen op afstand te blijven. Ja, zij zijn met veel te veel. Oké, dit is nice. Dit is heel goed. Lekker gedaan, Zeraora. Heel goed. Heel goed. Ik ga even escapen, want ik werd bijna getarget. Ik moet trouwens helemaal nu even weg, want ik kan nu niet meer helpen. Ik zal even helpen met een... Nou, ik kan misschien nog wel helpen. Misschien kan ik hier nog gewoon blijven. Maar ik kan alleen niet aanvallen, dat is jammer. Oh, ja. Ja, lekker. Oké, nice. We hebben in ieder geval de Dreadnought te pakken. En hopelijk kunnen we nu gaan scoren. Ik heb nu Surf. Daarmee kan ik Charmeleon hier een beetje weghalen, wou ik zeggen. Maar kijk, dit is Surf. En dan kan je er ook afspringen. Dat is super nice. Dat is echt een hele goede aanval om zeg maar je tegenstanders weg te blazen. Dus daarmee kan je ze van de target afhalen. Super handig. Ik wil vooral proberen om die aanval te gaan gebruiken. En dan gaan we even kijken wat hier gebeurt. Oké. Kijk. Nice. Nice. Hopelijk kan ik dit overleven. Ik was iets te gierig misschien. Ik ga even de berry pakken. En dan overleef ik het nog wel. Ik wil ze nu eigenlijk wegblazen allebei. Dat is niet helemaal gelukt. Wel half, maar niet helemaal. En nu ga ik dood. Want nu, waar is iedereen? Waarom? Kijk, nu hebben we het punt verloren. Iedereen is boven. Iemand zou mij gewoon moeten helpen. Ik snap eigenlijk ook niet dat iedereen nu boven is. Ik begrijp het niet helemaal. Waarvoor staan ze met 4 man boven? Ik snap dat je misschien met 3 man boven gaat staan. Maar ik snap niet dat je met 4 man boven gaat staan. Want ja, wat schiet je daarmee op? Helemaal niks, zou je zeggen. We're struggling to keep up. Dat komt weer omdat onze tactiek niet helemaal klopt. Helaas! Helaas! Maar het kan allemaal nog. Het kan allemaal nog. Het wordt wel een lastiger verhaal nu. Ik baal er een beetje van. Ik weet niet waar mijn enemies zijn. Misschien kan ik gewoon wat scoren. Dat zou wel lekker zijn. Ja, ik kan wat scoren. En Greninja kan ook scoren. En dat maakt mij level 9. En Greninja is level 10. Kijk, daar komen de enemies aan. Hatseflats. Oh, lekker. Lekker. Ik zou nog deze ook kunnen doen. Kijk, dit is ook... Oh, die was best wel sterk. Die was best wel nice. Ik kan hem pakken nu, denk ik. Ik kan denk ik nu Scorbunny, Cinderace pakken. Oh, maar... Charizard kwam helpen. Die had ik niet gezien. Zeraora, Greninja. Pak die Charizard. En pak daarna de Dreadnought. Gewoon doen. Ik heb net een tegenstander gekend. Jongens! Serieus? Oh my god, wat zijn we nou allemaal aan het doen? Serieus? Ik denk dat ik maar even naar beneden ga. Hebben zij nu de Dreadnought? Nou, dan moeten we strakjes maar de freaking Zapdos gaan pakken, hè? Dan is dat maar wat we moeten gaan doen. Oh nee, de Dreadnought was er nog. Oh snap, oh dat is supergoed. Oh, dat had ik even niet door. Ik dacht dat de Dreadnought al weg was. Wij hadden de Dreadnought. Wat betekent dat we nu misschien wel door kunnen pushen. Ik ga in ieder geval Scorbunny even ervoor zorgen. Of in ieder geval dat Cinderace doodgaat. Kijk, nu was ik dus achter hun lijn gekomen. Wat ervoor zorgde dat we die Cinderace konden pakken. Kijk, dat kunnen we nu ook doen met Talonflame. Hopelijk. Ik kan ook mijn ult nog even gebruiken. Bijna iedereen is helemaal dood. Ik ga nu mijn ult gebruiken. En die heb ik volledig verpest eigenlijk. Dat is jammer. Ik kan nu wel... Ja, kom op Charizard. Nee, nee, no! Jongens, waar is iedereen? Ah! Iedereen was op mijn nek, jongen. En iedereen is daar low. Greninja kan nu iedereen gaan slopen. Pak ze aan, Greninja. Iedereen is low. Lekker, Zeraora. Heel goed. Het maakt niet zo heel veel uit dat ik niet dood ben gegaan. Ik had iedereen daar op 1 HP gekregen. En je zag dat de rest van mijn team nu iedereen daar geslopen heeft. Nu moeten zij even doorgaan. Dan ga ik even Pikachu hier proberen te helpen tegen deze Blastoise. Of niet. Dan ga ik gewoon deze pakken voor de XP. Deze Vespiquen. Lekker, oké. Dit gaat wel redelijk. Dit gaat redelijk. Ik weet niet wat die... Oh, dat is helemaal niet de ult, joh. Ik dacht dat dat zijn ult was, maar dat is helemaal niet zijn ult. Kom op, kom op, kom op. Ja, Blastoise is ook down. Heerlijk. Oké, cool. Cool. We kunnen dit nog winnen, hoor. Dit is helemaal niet zo'n heel slecht potje. Als we nu gewoon die Zapdos pakken, dan gaan we dit sowieso winnen. Maar we gaan denk ik niet de Zapdos pakken. Ik heb mijn item niet ready. Ik ga dood. Ik ga dood. Oh, ik had er niet zo in mijn eentje in moeten diven. Ik had ook verwacht eigenlijk dat Greninja daar wel mee zou komen. Maar Zeraora is lekker bezig. Bovenin gaan we nog een puntje verliezen. Want Crustle is daar iets aan het slopen. En nu moeten wij Zapdos kapot maken. Maar we moeten ook op die Crustle gaan letten. Dat die Crustle niet gaat snipen. Dus ik ga proberen om die Crustle daar weg te halen. Dat de rest gewoon die Zapdos gaat pakken. Hopelijk hebben we daar genoeg tijd voor. Laat die Crustle maar... Oh, kijk, dat bedoel ik. Die Crustle, jongen. Die Crustle... Zie je? Die Crustle gaat nu dit doen. Ik haal die Crustle nu weg. Kijk, dat is dus de kracht van Blastoise. Dat is wat we kunnen doen. En ondertussen hebben we inderdaad dit ding gepakt. De Zapdos gepakt. Hopelijk gaan we nu flink scoren. Ik ga helemaal naar hun enemy team. Ik ga daar naartoe met Surf. Zo, hoppakee. En dan ga ik hier scoren. 48 punten. Dat is geen topscore, maar maakt niet uit. Ja, ik heb geen punten meer om te scoren nu. Dus dat is een beetje jammer. En ik ben hier nog maar alleen. Ik kan gewoon wegsurfen, denk ik, voor ze. Top. En dan hopen we dat we gewonnen hebben. We moeten nu gewoon niet doodgaan eigenlijk. We moeten nu gewoon verdedigen. Scorbunny, die komt eraan. Niet te ver pushen, jongens. Niet te ver pushen. Gewoon verdedigen. Ik kan ze wel wegduwen zo. Top. Even zorgen dat zij deze XP niet pakken. Ja, Charizard kan dood. Charizard kan dood. Charizard gaat dood. Ik ga mijn ult gebruiken op... Ja, kijk. Wat een lekker einde weer. Ik ben nu ook super snel. Dus ik ga nu gewoon... Naar hun punt wou ik zeggen. Dat ga ik niet doen. Want wij gaan nu winnen. We moeten gewoon zorgen dat zij niet scoren. En dat lukt. Dat lukt. Ja, lekker. Dit hebben we denk ik alsnog gewonnen. Dit was een heerlijk potje. Met een mooi einde. We hebben gewonnen. Ah, dit... Mijn eerste Blastoise potje ooit, jongens. En we hebben gewonnen. En je zag een aantal hele lekkere moves. Door de tegenstanders met Surf naar jouw team te duwen. Dan kan je de tegenstander slopen. De ult is keihard. Lekker, man. En met Hydro Pump kan je aardig snipen. Ik ben geen MVP. Ja, en ik moet ook zeggen, vooral Zeraora en Greninja, die waren zeker lekker bezig. Dus die krijgen van mij een good job. Ik krijg ook een good job, dus daar ben ik blij mee. Dankjewel voor de good job, guys. Ik heb wel een lekker potje gespeeld. Dit is hoe de battle gelopen is. We stonden dus de hele tijd eigenlijk achter. Tot we de Zapdos konden pakken. Dat is onze redding geweest. En toen konden we lekker veel punten scoren. En daarna hebben we het gewoon gecontroleerd door niet meer aan te gaan vallen. Maar gewoon de voorsprong te verdedigen. Laat me even weten of jij Blastoise ook wil gaan halen. Want ik vind het echt een heerlijke baas. Doe dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!